Hey, nou, we gaan even kijken of het een beetje werkt, Robert, met jou als weerman. Ben je er klaar voor? Ik ben er klaar voor. Nou, daar komt hij aan. Radio 2, weerbericht. En dan gaan we voor het weerbericht naar Robert de Vries in Emmeloord. Robert, goedemorgen. Goedemorgen. Wat is het weer vandaag? Nou, het is vandaag een beetje een sombere dag in Nederland. Ja. Want er is ook een beetje een tweedeling in het land. In het noorden valt af en toe wat motregen, maar het kan ook in het midden van het land doorkomen. In het zuiden van het land schijnt af en toe de zon. En daar kan de temperatuur nog oplopen tot een graad of 13. Maar in het noorden blijft de temperatuur achter met een graad of 9. Ja, dat moet ik jullie gelijk even op je donder geven. Want eerder deze week begreep ik van jullie allemaal dat het een fantastisch mooi weekend zou worden. Met 18, 19 graden zon en zo. Er klopt helemaal niks van. Ja, het weer heeft ook verrassingen. Ja, doei. Ja, ja. Had jij dat ook gedacht, dat het mooi weer zou worden? Ik had altijd gedacht mooi weer zou worden, ja. Maar niet 20 graden. Dat had ik dat niet gerekend. Nee, niet, graad of 15. Nee. Jongens, tune de ronde, we zijn er niet klaar. Want wat gaan we nog de komende dagen krijgen, dit weekend? Ja, de komende dagen zal het een beetje een graad of 13 zijn. En een beetje van, nog steeds die tweedeling blijft aanhouden. Ja. Koude lucht blijft in de buurt, warme lucht. Zit een beetje schuiven boven het land. Ja. En een middeltemperatuur rond een graad of 12, 13. En we gaan straks de lente in, Robert. Volgende week. Durf je er al wat over te zeggen? Ik hou me nog een beetje in, maar ja. Het blijft een beetje zoals het nu is. Gaat op steeds, nog steeds een graad op 13. Het blijft een beetje vrij stabiel blijft het. Dames en heren, blijft de komende 2 maanden een graad op 13. Robert, dit klinkt prima. Ik denk dat je het weer gaat schoppen. Dankjewel en alle succes. Oké, dankjewel. Tot ziens. Doei.